Soms zonder pijn kan je niet groeien. Hmm. En dat hebben wij ervaren. Dat is een falen. Bij mij was dat een scheiding in 2014. En dan loopt je met het hoofd tegen de muur. En dan stel je ook wel vragen van het leven dat je aan het leiden bent en wat er anders kan en misschien beter kan. En dan kom je bij allerlei... dan begin je te lezen en dan begin je stappen te ondernemen. Hmm. En bij mij was dat vrij snel richting een spiritueel pad, zou ik maar zeggen, maar vooral meditatie. Ja. 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 En dat heeft jou dan dat heeft mij, geholpen? Hè? Ja, dat heeft mij zeker geholpen. In die zin dat ik ben voor de eerste keer in die periode van angsten verlost geraakt, die ik altijd als kind had. En die ik dus... Ik had een hele grote mond op straat en in school en zo, maar ik was dus thuis een heel bang kind. Hmm. En ik kroop eigenlijk s'nachts altijd in het bed van mijn ouders. En dat zullen we wel veel kinderen herkennen. Maar als 35-jarige man was het toch wat gênant om nee, niet meer bij mijn ouders. Ik dacht al even. Maar om toch eigenlijk te beseffen, shit, ik kan nog altijd niet goed alleen thuis zijn. Ik vond dat nog altijd spooky. En dus dat is nu een heel concrete angst die je dan hebt. En ik ben die instant kwijtgeraakt. Instant, met dat mediteren? Ja, dat is na een maand of twee, dan viel echt angst weg gewoon. Die angst dan. Ja, ja, dat vond ik heel, heel bijzonder. Ja. En dan had jij het over transcendente meditatie. Dat is nog een stap verder. Ja, transcendente meditatie. Nu, ik heb daar heel veel over gelezen, want dat kwam heel veel terug in succesbeleving, om je succes te vergroten. Ja. En er was bijvoorbeeld een school in de USA die transcendente deed en die won jaar op jaar een creativiteitsprijs, omdat die specifieke school daar... Ja, opvoeding in gaf. Tim, jij doet het ook, hè? Het is een commercieel gegeven geworden. Ja, ik doe dat ook. En ja, dat is soms... we kunnen daar lang over discussiëren, denk ik. We geven zoveel geld uit aan allerlei spullen. Uh-huh. En dit gaat echt over je eigen welzijn. En dus vond ik dat geld waard. En je probeert zelf een beetje naar je waarheid op zoek te gaan. Je moet altijd kritisch blijven. En dat heb ik bij transcendente meditatie ook gedaan. Maar het heeft wel geholpen. Transcendente meditatie. Ja. Ik zou dat niet bij jou gezien hebben. Voilà. En jouw leerkrachten vroeger ook niet, denk ik. Ik ook niet bij mezelf, maar het is ongelooflijk. Omdat hij ook, zijn verhaal was ook vroeger een heel, heel kwaad. En het is soms goed van kwaad te zijn, want je kunt creatief zijn in kwaadheid. Ja. Maar je kunt dat niet blijven volhouden. En ik kan dat ook niet volhouden. Je kunt niet blijven kwaad zijn en zeggen... Dat moet zo doen omdat ik het averechts wil. En ook gewoon door bepaalde je energie... begint ook gaan en dan ben ik zo met die cursus begonnen. Dat is iets die me ongelooflijk... En wat doe je dan? Ga je dan zitten in een lotushouding? Nee, absoluut niet. Nee, het is eigenlijk zelfs... ik noem het zelfs geen mediteren. Het is eigenlijk gewoon tot jezelf keren. Ik doe dat twee keer op een dag. Twee keer 20 minuten op een dag. Dat je eigenlijk volgens een bepaalde techniek eigenlijk in je eigen geest gaat. En wat eigenlijk... Je laat eigenlijk alles los. Je vertrekt uit je bewustzijn. Transcendeert in principe. Dat klinkt allemaal heel, heel groot. Zweverig, maar dat is helemaal niet erg. Het is iets die ongelooflijk... Ik ben mee. Ik zie het meer als iets heel praktisch en iets functioneel. En het is in functie van mijn creativiteit. En het helpt me ongelooflijk. Omdat eigenlijk, dus je hebt eigenlijk twee keer 20 minuten op de dag, waar je in een heel korte tijd eigenlijk in een heel diep ander bewustzijn gaat. Of nog dieper zelfs. En je komt eigenlijk met een blanco blad weer naar buiten. En je gaat veel gemakkelijker ideeën opvangen en constructief zijn. Ah, goeiedag. Hallo. Joachim. Dag Marcel. Goeiedag. Wat is het eigenlijk, transcendente meditatie? Het is een mentale techniek om de geest op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier zelf tot stilte te laten komen. Denk je dat dit mij heil zal brengen? Dat dit wel goed is om dat soort technieken, om je brein naar het geluk te brengen, dat levensverlengend is? Ik denk dat niet. Ik ben daarvan overtuigd. Je bent ervan overtuigd? Dit is stress. Een rugzak vol met stenen. Als we voldoende stenen accumuleren, dan gaat dat vroeg of laat bij iedereen een effect hebben op het zenuwstelsel. De dingen beginnen... Te wegen. Te wegen. Het begint letterlijk op onze schouders te wegen. Mm-hmm. En de dingen werken niet meer zo goed als ze vroeger werkten. Ja, sommige mensen komen in een depressie. Andere mensen hebben het gevoel dat ze zich nooit meer kunnen ontspannen. Andere mensen krijgen een hoge bloeddruk. Oké, ik ben overtuigd. Ik ga ervoor. Eerst deze persoonlijke vragenlijst invullen. En dan krijg ik dadelijk van Joachim mijn persoonlijke mantra. Ben benieuwd. De bakstenen in mijn rugzak.
Toen hij het zei, dacht ik, ja, er zitten er wel een paar. Die mogen eruit. Enfin, ik schrijf me gewoon in. Dit is wel privé, hè, beste kijkers. Ja, hier staat van alles. Ja, huidige geestestoestand. Onrustig. Nader de omschrijving. Dat hoort u straks wel. Slaapt u goed? Ja, ik slaap goed. Maar ik schrijf me in. Ik krijg dadelijk een persoonlijke introductie. Maar daar mag u niet bij zijn. Dat is persoonlijk, hè? Ja, kijk. Oké, Marcel, ben je klaar voor? Ja, ik heb alles ingevuld. Oké. Alsjeblieft. Oké, ik ben echt benieuwd, hoor. Dan volgt er een korte ceremonie, waarna Joachim mij doorheen mijn allereerste meditatie zal gidsen. Ja. Oké. Okay. Ah, prima. Dus Marcel heeft nu juist zijn eerste meditatie gedaan, dus we gaan hem nu eruit halen. Kom maar mee. Oké, en open nu langzaam je ogen. Wow. Maar altijd. Zwaar. Mijn lijf is zo zwaar. Echt, mijn benen wegen een ton gewoon. Mijn armen ook trouwens. Oh. Als er vermoeidheid zit opgestapeld in zenuwstelsel, ja, dan op het moment dat we ons lichaam blootstellen aan die diepe rust, ja, dan gebeurt het heel vaak dat die vermoeidheid juist naar de oppervlakte komt. Ja. En dat we, ja, en dat opeens je precies meer moe voelt. Ja. Ja. Maar dat is een paar dagen dat dat duurt. En daarna ga je zien dat het heel anders gaat worden, ja, dat er veel meer energie komt. Ik wil graag van die vermoeidheid ook af. Voilà. Dus dat is maar wat, dat was nu, echt, ja, wat je nu ervaart, ja, is een stuk van het lichaam dat zich van die vermoeidheid aan het afwerken is. Nu ben ik terug. Maar daarnet, ik was echt ver weg, hoor. Is goed, hè? Ja, ja, absoluut. Ja, heel fijn, ja. Wanneer mag ik terugkomen? Morgen. Morgen, oké. <Okay. laughs> Ik zal er zijn. Naart is net terug uit blessure. Meer dan 10 weken was hij oud door een breukje in het heiligbeen. Maar Naart is er sterker uitgekomen, fysiek en ook mentaal. Met dank aan een speciale techniek, transcendente meditatie. Dat doet hij nu al enkele jaren en het heeft zijn leven veranderd. Als iemand commentaar had of iemand slechte dingen over me zei, ik ben een heel emotioneel persoon, dan trok ik me dat veel te veel aan. Terwijl nu, dan probeer ik dat een plaats te geven en zit ik veel beter in mijn vel. Als je stress hebt of als je problemen hebt of zaken waarover dat je ergert, dat zijn knooppunten eigenlijk in je zenuwstelsel. En door dat mediteren worden die eigenlijk, ja, losgemaakt.